Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met de positieve berichten op donderdag 26 oktober. Ah, het is een hele mooie dag. Absoluut. En het is een 69-16-7 dag. Een dag waarop je heel veel zou kunnen nadenken. Een dag waarop het belangrijk is dat je veel... En als je nou jarig bent op deze dag, dan is het de bedoeling dat je in dit jaar... in transformatie gaan. En ik weet nu al een paar mensen die jarig zijn deze dag, die dat niet gaan doen. Die denken, het is mij wel goed zo. Ja. Dus je krijgt wel uitdagingen. Want dit is wel een dag waarop die uitdaging, die transformatie zegt, ja, maar jij kan, het kan wel zijn dat jij dat niet wil. Maar het is wel de energie ervoor. Dus je gaat het wel doen. Dat is eigenlijk dat dan een engel jou in het water gooit en zegt, ja, jij wou nooit zwemmen, maar je moet het nu wel doen. Ja. Wij staan hier allemaal aan de zijkant en er springt nog een engel bij je in het water, dus je bent altijd veilig. Maar je zou moeten leren zwemmen. Ik zwem naast die persoon. Liefdevol. Begeleidend. Wordt niet altijd even makkelijk. Maar het is wel heel goed. Soms denk ik, dan, ik weet over welke persoon ik het heb. En dan denk ik, ja. Ja. Ik denk dat we nog hele mooie gesprekken gaan voeren. Dat kan ook, hè. Transformatie kan heel confronterend zijn. En wat fijn als je dan gewoon liefdevolle mensen om je heen hebt. Die je niet willen verbeteren. Die niet de oplossing willen geven. Maar die zeggen, zullen we nog een kopje koffie drinken? Deze persoon drinkt liever koffie dan thee. Goed. Nee, is niet jullie zitten. Nee. Nee. Jullie hoeven niet alles te weten, hoor. Dus, ja, deze mooie kaart van deze persoon uitgezocht. Die lag boven. Ik geef je licht. Laat dit licht je hoop geven. Dit licht zal je helpen om sterk te zijn. Om verdrietig te mogen zijn. En de moed te vinden om verder te gaan. Dit licht schenk ik je, zodat je weet dat er altijd een liefdevol warm hart is. Dit hart vertelt je dat jij een geliefd, warm en mooi mens bent. Ik heb je lief, mooi mens. Ja, weet je, dat vind ik dan weer zo mooi van die energie, hè? De juiste kaart op het juiste moment. Zo bijzonder. Dit is exact wat ik die persoon zou willen geven. Ik gooi er eerst in het zwembad, dan ga ik ernaast zwemmen. En dan zeg ik, ik geef je licht zwemmen door. Dat zijn zwembandjes. Maar je moet wel zwemmen. Ik wens jullie een hele inspirerende, mooie donderdag. Ik zou nog niet gaan zwemmen als ik jullie was, maar wel in het geestelijke bad van transformatie. Ik wens jullie een prachtige dag. Dag lieve mensen!